Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebo en dit kanaal gaat over Comics en Geeky Dingen. Het is vandaag vrijdag 28 juli 2023 als ik deze vlog opneem. Ik ben net terug uit Utrecht. Daar heb ik geen opnames gemaakt. Maar ik had wel een afspraak met een, uh, een oude vriend van me uit de blogwereld nog, Peter de Kok. En het was heel leuk om hem weer te spreken. We hadden eigenlijk niet meer fysiek afgesproken sinds 2019. Want ik kwam. Uh, nou ja, Iets tussendoor de afgelopen jaren, laat ik het zo zeggen. Maar we hebben wel uh, geregeld, gemaild en gebeld. En we kennen elkaar dus uit uh, de blogwereld nog. Vroeger was ik namelijk een uh, vervent blogger en uh, Peter ook. Ik ben begonnen in 2006 met een website die heette Mike's Webs.blogspot.nl Het <laughs> werd later gewoon MikeOminable.nl Maar eigenlijk blog ik tegenwoordig. Bijna niet meer. En als ik al iets blog, dan is het op Instagram en niet meer op mijn eigen site. Ja, ik ben gaan vloggen en dat vind ik heel erg leuk. Uh, nog steeds heel erg leuk trouwens. Um, het is echt mijn medium video. Ik ben ook opgeleid tot audiovisueel programmemaker, dus misschien heeft dat er ook mee te maken. Maar ik vind video gewoon nu veel fijner. En ik lees ook bijna geen blogs meer van anderen. Als een tekst te lang duurt, heb ik daar gewoon geen zin meer in. Terwijl ik wel romans lees en. Uh, en andere boeken. Maar ja, bloggen is echt een beetje helemaal uit mijn systeem geraakt. En soms is dat zo, maar onze vriendschap was dat gelukkig niet. Dus het was weer als van ouds gezellig en we hebben het over van allerlei uh, leuke dingen gehad. En ik dacht van ja, dat is voor mij zo waardevol om uh, met mensen contact te hebben. Niet alleen online, maar ook gewoon met mensen af te spreken. Zoals laatst Marvin, de stripverzamelaar die bij me op de, over de vloer kwam, omdat die uh, wat, uh, wat striptijdschriften mee uh, kwam, uh, kwam halen, eigenlijk, die ik voor hem had. En wat comics, dus dat was heel erg leuk. Doet hij? Dat doet het. <laughs> zijn we aan? Hij staat aan, denk ik. Ja, wel gezellig. Misschien heb je die vlog wel gezien. Marvin en ik zijn ook naar een stripwinkel in Amsterdam geweest. Henk Comics Manga Store, en, uh, in het centrum van Amsterdam. En ik vond het heel leuk om hem hier te hebben. Uh, gewoon gezellig om een keer uh, weer bij te praten. Maar ik vond het ook heel leuk om hem te interviewen voor een vlog. En ik besefte terwijl ik hem sprak en ook terwijl ik aan het monteren was, ik denk, wauw, dat interview heb ik heel erg gemist. Ik ben jarenlang stripjournalist geweest, Daar heb ik heel veel stripmakers uit binnen- en buitenland heb ik gesproken en dat is gestopt op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt. En ik doe nu communicatie en dan interview ik af en toe nog wel eens mensen, maar niet meer zoals vroeger. En ik denk, wauw, ik mis dat echt. Ik heb ook tijdens ...de coronaperiode livestreams gedaan, heb ik stripmakers geïnterviewd en ook anderen. En ik, ja, ik mis dat zo erg dat ik daar weer wat mee wil gaan doen. Want ik ben eigenlijk toch wel van beroep een interviewer. Iets wat ik graag doe en waar ik goed in ben ook. Dus ik dacht, ik wil dat weer meer gaan doen. Dus ook op dit kanaal. Ik weet nog niet precies wat, want ik ga niet weer allerlei stripmakers interviewen. Ik heb geen zin meer om een deel te zijn van het promotie... Tien, zeg maar, als er een nieuw boek uitkomt. Ik wil best nog wel met stripmakers praten over het vak. Maar er zijn ook een heleboel andere mensen die ik wel zou willen spreken. En uh, ik denk, ja, ik ga me daarop concentreren in de toekomst. Ik weet niet precies welke vorm dat krijgt. Maar dat krijg je nog wel van mij te horen, TCT. En dat ga je dus ook zien hier, als het goed is, op, uh, op dit kanaal. Ja, interview is een vak en ik uh, beheers dat. En ik vind het gewoon heel erg leuk. Horen wat mensen drijft. Waarom ze dingen doen die ze doen. Uh, maar ook is het gewoon leuk om te horen waar hun passie ligt, wat ze hebben gelezen, wat voor dingen ze tof vinden om naar te kijken, welke comics ze tof vinden, al dat soort dingen. Ja, dat vind ik gewoon heel erg inspirerend. En dus ook gewoon weer afspreken met mensen. Lekker met elkaar een kop koffie of thee ergens leuten en dan huppakee, een comicwinkel ingaan of weet ik voor wat. heb laatst ook met de mannen van Bummer de Bam naar de film geweest, The Flash. Nou, daar denk ik nog steeds met heel veel plezier aan terug. Niet zozeer aan die film, dat weet je, daar heb ik ook een recensie over gemaakt. Maar wel over dat samen ergens naartoe gaan. Dat vond ik gewoon, vind ik gewoon heel leuk. Met, met geestverwanten gewoon lekker naar een superheldenfilm gaan of naar iets anders. Wat ik ook leuk vond aan die vlog met, die ik met Marvin heb gemaakt, is dat we gewoon een heel relaxed gesprek hadden. En toen we bij Henk waren, ging het gesprek gewoon door. Dus door um, het interviewgedeelte te versnijden met de beelden uit Henk. Eigenlijk te wisselen tussen die twee scènes. Kreeg je gewoon een heel mooi gesprek, vond ik. En wat ik vooral leuk daaraan vond, is dat het gewoon heel relaxed was. Een lekker ontspannen gesprek tussen twee nerds. Ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Om te maken en om te zien ook trouwens. Dus uh, ja, daar ga, ik wel iets mee, uh, daar ga ik wel iets mee doen. In de toekomst met dat idee. En dat was een gedachte die ik eventjes met je wilde delen op deze vrijdagavond. En uh, ja, ik heb me dus prima gemaakt gema met Peter. Vroeger zouden we dan thuiskomen en hadden we daar een paar foto's gemaakt en zou ik daar een blogpost over schrijven. Hij ook. Dat doen we nou niet meer. Ik heb niet eens mijn vlogcamera uit de kast, uit de tas uh, gepakt. We zijn gewoon lekker gaan zitten leuten met elkaar. En dat was goed. Anyway, zomaar eventjes een overpijn zien. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, op naar een volgende.